Hé, hey, wil je de boze machten bestrijden in Corridai? Ga je gang. Het is makkelijk met deze kaart. Kijk. Verplaats de Triforce naar waar je heen wil gaan. Dan druk je op actieknop 1 en flits. Ik ben er. Gebruik de joystick om mij naar links of rechts te verplaatsen. Duw hem omhoog om mij te laten springen of klimmen. Duw hem diagonaal omhoog, dan spring ik naar links of naar rechts. Druk op actieknop 1 voor een slag met mijn zwaard. Als je het superzwaard hebt, kun je schieten met actieknop 1. Ik buk als je de joystick omlaag drukt. Als ik me buk, kun je mij laten kruipen. Gaaf hè? Als je door een deur wilt, moet je ervoor gaan staan. Kijk zo, dan druk je op actieknop 2. Gelukkig heb ik mijn zwaard bij me. De aanraking ervan is niet plezierig, maar je krijgt ze er wel mee aan de praat. Lampen, öl, touw, bomben, weet je dat? Kan je krijgen, mijn vriend, zolang je maar genoeg hebt. Als je iets in de winkel wil kopen, moet je dat gewoon met je zwaard aanraken. Je zwaard pakt ook gereedschap en robijnen. Gelukkig heb ik mijn toverbuidel bij me. Daar kan ik van alles in doen. Om de buidel open te maken, moet je mij laten bukken en op actieknop 2 drukken. Vergeet niet dat ik alleen de buidel open kan doen als ik buk. Kies een stuk gereedschap uit en druk op een actieknop. Eenmaal terug in het spel gebruik je dit gereedschap door actieknop 2 in te drukken. Denk eraan, je kan het gereedschap alleen gebruiken als ik rechtop sta. Bovendien merk je dan dat sommige gereedschap alleen werkt met robijnen. Zoek vooral naar de speciale Triforce-kaart in elk gebied dat je wilt veroveren. Met die kaarten open je nieuwe gebieden en vervolg jij je speurtocht in Coridaai. Hé, hey, laten we Zelda gaan zoeken!